We hebben verkiezingscampagne achter de rug gehad. En we hebben kennis genomen van de uitslag van de verkiezingen. En we hebben gemerkt dat de uitslag van de algemene verkiezing, dat die uitslag er één was waarbij vele mensen teleurgesteld waren. Jahan jahan hum log koshish kiye janta ki seva karne ke liye, jahan jahan nariya gotro pani ka prabandh, jahan jahan nikeri mein 12 million khratis isliye ki wahan par ke janta jo raha ek aisa samasya mein dukhi halat mein par gaya raha 12 million kado dukh mein sahara dena hamara kartavya hai behbedat khadan omdat het onze plicht is, kartavya ke naate se. Suriname des mein jahan par log traktor ne chalaye pavat rahin इसाई वो तो चले हैं. हमारा देश का पैसा जो है पांच साल से ज्यादा तक हम स्टेबिलाइजर किए हैं. रोजगार लोग जो रहे से बहुत नित फ्रीस पर इन्फ्लेशन दर खेल्ड सो अंतवार्दन अनिदर कौन प्लानिंग मार्क. वे हैव 125.000 किंडरें naar school kunnen sturen, maar daar waar de kinderen woonden op een afstand van langer dan 5 kilometer, kregen ze gratis vervoer op kosten van de staat. We hebben een onderzoek laten verrichten, die kahan kon school mein ladkan hai, ki jon ke chehra par dhumilta hai, shayad bhookh lagal hoi, en dat onderzoek wees uit, कि 20,000 लड़कन सुरीनाम देश में भूखे स्कूल आए हैं. वे हैव एन प्रोजेक्ट gemaakt waarbij elke dag aan 20.000 kinderen gratis brood werd verstrekt. We hebben naar vermogen salarissen aangepast van ambtenaren. We hebben aan de oudjes een bijdrage gegeven wat wij konden. Subsidies hebben gegeven, transportfaciliteiten. We hebben naar onze plicht het land gediend, niet alleen. We hebben gezorgd voor een economische groei. We hebben gezorgd voor een monetaire stabiliteit. Maar meer nog hebben wij gezorgd voor een goede naam van Suriname in de wereld. Omdat khana, pina, rana, ghar, dwar, theek hai, motorkar, theek hai, lekin ijjat jo hai, wo na kharid hum log sakte hain. Suriname desh ka, Suriname desh ka janta ka naam hai jo hai, hum log desh deshantar mein uncha rakhe. Een president invullen, vice-president invullen, dat het voor mij niet een doel is. Iemand minister maken, 2 mensen ministers maken, 5 mensen ministers maken, dat is niet het doel van de partij. Het doel van de partij is om zich te houden aan principes, aan waarden, dat wij op een waardige wijze in dit land mensen te leven. En ik wil principes die wij geërfd hebben van onze voorouders, principes op wie de partij gestoeld is, ik acht die principes hoger dan een vicepresident, dan ministers en wat dan ook. Alle kandidaten die gekozen zijn van de VHP voor de Nationale Assemblée heb ik opgeroepen hier. Ik heb hun verslag gedaan. Alle kandidaten zitten hier en ze zeiden: voorzitter, wij staan achter uw standpunt. Ook al gaan we naar de oppositie, maar uw standpunt huldigen wij. Wij moeten werken voor principes. Ik heb de volgende dag het hoofdbestuur uitgenodigd. En ik heb deze gedachte gepresenteerd aan het hoofdbestuur van de partij. En het hoofdbestuur van de partij, zonder 1 uitzondering, alle leden die aanwezig waren, zeiden: voorzitter, wij staan achter uw standpunt. Ook al gaan we naar de oppositie, dan gaan we vechten. Ik heb de adviesraad uitgenodigd en uitgelegd
wat de stand van zaken is. De adviesraad heeft op dezelfde wijze gereageerd. Ik heb uitgenodigd het wetenschappelijk bureau, waarin doctoranden zijn en professoren en doktoren zijn. Ik heb hen uitgelegd en ze hebben allemaal gezegd, voorzitter, wij staan als één man achter uw standpunt. Strief, één organisatie Bagira, Samjaweke, en woha, partijstructuren, aap janta, die hier per beetje hebben, aapko hame, je report dena ho, chahta raha, taki aapko ham, bhi bata sike, ki kis halat me ham rehe, or hamara vichar kaise hai, aur kyon. Bhaiyon, daarom ben ik hier om de structuren van de partij te informeren wat het standpunt van de VHP is geweest. En uw reactie geeft mij duidelijk te kennen dat ook de structuren van de partij zich kunnen verenigen met het standpunt zoals ingenomen door de VHP. Het is jouw karakter welke je tot mens maakt of tot dier maakt, tot zwerver maakt of tot een heilige maakt. Mijn mensen, de partij bestaat niet alleen maar uit leden, uit stemmen, uit vicepresident, uit ministers. Maar de partij heeft een principe, heeft een karakter, heeft een geloof, heeft een waardigheid. Dat is de VHP. Als je een Maulvij sahab ke yahan par nimantran dete hain aur kehte hain ki aap dua mangiye ya to ye izzat ke baat pandit gan ke agar je hum nimantran dekar ke yahan par prarthna nivedan karte hain ki aap kuch parmatma se aaradhana kijiyega to isliye ki hame vishwas hai. हमें वेद में विश्वास है, हमें रामायण में विश्वास, हमें गीता में विश्वास है, हमें कुरान का कुरान में विश्वास है कि जहां पर पहला अध्याय में हम लोगों के समस्त मानव जनता के कुरान ये शिक्षा दे रहे हैं कि अच्छा रास्ता जो है, सीधा रास्ता जो है, वो सीधा रास्ता पर चलो. किस de goede weg, kies niet voor de dwaalweg, want die dwaalweg gaat jou leiden tot problemen. Dat is niet een goede weg, daar ga je vernietigd worden, daar ga je leiden. Probeer dat Allah je de weg geeft en de kracht geeft om te volgen, de goede weg. Ik heb belangstelling en waardering voor de bergreden van Jezus Christus, waar hij aan de mens hoop geeft, geloof geeft bij de mensen. En de VHP is niet alleen bestaat uit mensen en bestaat uit stemmen. Maar de waarde van de VHP ligt in de waardigheid, in de principes en in de weg die de VHP volgt. Dat is de VHP. Dat bent u en dat zijn al de anderen die vandaag niet aanwezig zijn. Mevrouw Mansaram maakte zo net gewag van een koffiestrategie. Ik heb inderdaad veel mensen uitgenodigd bij mij op kantoor met mij koffie te drinken. Ik ben vicepresident en het is mijn recht u uit te nodigen, anderen uit te nodigen. Dat is mijn plicht, afhankelijk van mijn verantwoordelijkheid. En die koffieuurtjes en die koffiegesprekken, die hebben tenslotte geleid naar een samenwerkingsverband welke gisteren ondertekend is hier in Olifant. Waarbij aan de ene kant de VHP, de NPS, de SPA 91, aan de andere kant Partij Lahore, BOP, ABOP, BEP en CECA een overeenkomst van samenwerking zijn aangegaan. Die overeenkomst voor wat betreft het besluit wil ik u laten voorlezen. In aanmerking nemende dat verdere verduurzaming van de economische groei
ter vergroting van de welvaart en het welzijn van het Surinaamse volk van eminent belang is. Verdere uitbouw van de rechtsstaat en de democratie in ons land zo goed mogelijk moet worden gegarandeerd. Eerbiediging van wet en recht steeds voor elke burger in ons land een gebiedende eis is. Verklaren met elkaar overeen te komen. 1. Samen te zullen werken aan het vormen van een regering voor de Republiek Suriname voor de regeerperiode aanvangende in 2010. 2. Voor het ambt van president van de Republiek Suriname en dat van vicevoorzitter van de Nationale Assemblée voorstellen te doen presenteren door het Nieuw Front voor Democratie en Ontwikkeling met het oog op een gezamenlijke voordracht in de Nationale Assemblée. 3. Voor het ambt van vicepresident van de Republiek Suriname en dat van voorzitter van de Nationale Assemblée voorstellen te doen presenteren door Accombinatie en Volksalliantie tezamen met het oog op een gezamenlijke voordracht in de Nationale Assemblée, aldus overeengekomen en getekend te Paramaribo op 27 juni 2010. Laten we samenwerken en laten we dit land gezond maken. Dit volk een bestuur geven, een leiding geven waar dit volk gelukkig kan zijn. Mijn mensen, ik mag u bij deze verklaren dat nadat ik weer de vergadering van het hoofdbestuur bijeen had geroepen met de leiding van de adviesraad en het wetenschappelijk bureau en ik mandaat had, heb ik deze verklaring getekend. Wij vormen samen met de anderen één coalitie en we hebben 27 zetels in het parlement. Toen ik deze vergadering uitschreef, wist ik niet dat binnen 1 x 24 uur wij van oppositie coalitie zouden worden. Dat wist ik niet, mijn mensen, je Bhagwan Kakarje. Ik kan hamlogan ke baki hain. Wij hebben nu al de meerderheid in het parlement. En wij gaan door met onze exercitie om de meerderheid in het parlement te verruimen. Maar we hebben nog een strijd te voeren. En dat is in de Verenigde Volksvergadering. Daar waar de RR-leden, de DR-leden, de doorslag gaan geven. En ik doe een oproep aan alle RR-leden en DR-leden. Hun ziel niet te verkopen. Ik doe een beroep op alle RR en DR-leden wanneer ze in de Verenigde Volksvergadering zijn. Dat ze zich moeten realiseren dat dit volk dat hier aanwezig is, dit volk heeft hen daar geplaatst tot RR. Laten ze hun eer niet gaan verkopen voor een fles sopie voor 100 gulden. En ook al 1000 gulden zijn, dan nog moet je je ziel niet verkopen. Je hebt een taak, heren, dames en heren, leden van de RR, om je plicht te doen. En je plicht is, wij gaan kandidaten stellen in de VVV. Wij gaan kandidaten stellen in de Nationale Assemblée voor het presidentschap en voor het vicepresidentschap. In de Nationale Assemblée is het de taak van de leden van de Nationale Assemblée. Maar de zaak gaat terug naar de VVV, zoals de zaken nu liggen. En ik hoop dat wij daar in eensgezindheid met respect zullen handelen. En dat het gegeven mag zijn dat het Nieuw Front een regering zal kunnen vormen met medewerking van de RR en de DR-leden waarin u vertrouwen heeft gesteld. Alle mensen die hier zitten, die hebben vrienden, contacten, kinderen, kleinkinderen. Mensen en bedrijven die buiten deze zaal zijn, ook zij hebben contacten. Dit is een nationale zaak. Dit is een tweede kans welke God aan het Surinaamse volk geeft. Laten wij allemaal, u die hier aanwezig bent, u allen die hier niet aanwezig bent, alle personen die enig invloed kan uitoefenen op elk RR-lid, DR-lid, of het nou van de VHP is, van de NPS is, van welke politieke organisatie, laten we allemaal ons best doen
te overtuigen die mensen om hun stem uit te brengen op de kandidaten welke het Nieuw Front samen met onze partners dat wij die zullen stellen, zodat het lot van Suriname er één kan zijn waarin u gelukkig kunt leven, maar vooral waar uw kindskinderen gelukkig kunnen leven. VHP Zindabad! Raja Rao, petit pavan.